Jawel mensen, vandaag is het weer zover. Ik ga weer Planet Coaster spelen. Jawel, daar zijn we. En oh fuck, jullie kunnen al een kleine glimp zien van wat ik heb veranderd. Ik heb namelijk in mijn vrije tijd heb ik gewoon even dit mapje gespeeld. En daar ben ik even bezig geweest met het volgende. Tadaa! Dat moest een soort van epische geluidseffecten voorstellen om dat bos te laten zien. In ieder geval, ja, welkom terug. En zoals jullie kunnen zien ben ik een klein beetje bezig geweest met iets. En dat is dit. Ik heb bomen geplaatst. En niet zomaar bomen, een heel bos. En ik denk dat dat een hele mooie uitbreiding is van ons park. Het is niet heel veel, maar het is wel iets. En daarnaast hadden jullie net al waarschijnlijk het gezien. Ik heb de brug aangepast en het ziet er 100.000 keer beter uit. Het mag dan wel niet de kleuren zijn die hier een beetje bij passen. Maar ik vind het prima, weet je. Die brug werkt nu en ik ben er nu een stuk meer tevreden mee, maar dan dat andere vorige kutting dat ik had. Ik wil jullie overeen bedanken voor de support op deze serie. Ik kreeg ook al reacties van Melvin. Wanneer weer een nieuwe Planet Coaster? Want het is zo leuk. Nou jongens, hier is de volgende Planet Coaster aflevering. En deze aflevering wou ik bezig gaan met het volgende. Dus misschien iets van een tuintje of zo. Want je hebt van die hele mooie natuurpaden. Ik kan wel eens bijvoorbeeld laten zien. Hier kan je het al een beetje zien. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van, yo, hier, maak hier gewoon grond van. Dat is logisch of zo. Nee, maar het lijkt me vet om een beetje hier iets te gaan maken van een pad of zo, waar ze langs kunnen lopen. En dat ze daar gewoon echt zitten van, wauw, dit is mooi. Wauw, daar wil ik wel vaker heen. En dan wordt het zo'n natuurpad. En daarnaast wil ik bezig gaan met wat blueprints die ik had gedownload. Ik weet niet of ik dat vorige aflevering laat zien. Volgens mij wel, toen had ik ook deze ingang neergezet. Maar ik heb er meer gedownload, zoals een Western drinkshop. Nou, is niet prachtig, jongens. Moet je kijken hoe mooi. Alsof, ik heb dus gewoon wat dingen gedownload en ik dacht van, ik wil gewoon iets maken, maar oh kut, oké. Maar ik wou gewoon iets maken en dan hoef ik daar zelf niet heel veel werk in te steken. Nee, dat klinkt heel lui. Dat is het ook, dat ik er zelf geen werk in hoef te steken. Maar gewoon een straatie. En dat gaan we ook doen. We gaan een straatie maken met allemaal huisjes. Ja, we gaan de wit naar 8 doen. We plaatsen zo het pad. En dan doen we een heel mooi bochtje zo. En volgens mij, ik kan me herinneren. Ja, kijk. Ik denk dat ik dit pad ook wil door laten lopen. En richting dan weer die straat. Dat we gewoon hier omheen een heel pad hebben. Kijk eens aan. En dan maken we hier maken we een soort van straatie met allemaal huisjes en zo. En het lijkt me ook wel vet om dan nog even dit zo aan te leggen. Dat we daar een kleine driehoek in krijgen. Is dat wel een beetje vet? Ik had dat vetter in mijn hoofd verwacht, maar we doen het gewoon. En daarnaast had ik ook trouwens nog prullenbakken geplaatst en bankjes. Want ik wou dat gewoon even wat meer neerzetten in mijn park. Omdat ik erachter kwam dat het één grote tyfusbende was. En nu ik dat zeg, gaan we maar even nog een janitor inhuren. Zoals deze hier. Ga jij dames schoonmaken, vriend. Janitor, Terry Moores. Nou, helemaal mooi dat jij bent aangenomen. Welkom bij het team van Altered Melvin. En, ja, we zetten een T-Rex neer. Kijk. Yo, een entertainer. Oh, dit doet me net denken aan, hoe heet het? Aan die film met die dino's. Goh, hoe heet het ook alweer? Jurassic Park. Oh jongen, straks ga... Oh, wat vet. Oh, dat vind ik leuk. Wauw, dat had ik eerder moeten doen. In ieder geval, ik zet het spel op pauze en wij gaan kijken naar wat ik hier kan bouwen. Want ik wil ook eigenlijk zelf een huisje ontwerpen. Maar ja, daar heb ik ook aan de ene kant totaal geen zin in. Maar aan de andere kant moet het ook wel weer even. Laten we in ieder geval beginnen met een prachtige watertoren. Ja, nou echt, helemaal mooi. Die staat er wel leuk. Wie is die trouwens überhaupt gemaakt? Die is best wel vet gemaakt trouwens, nu ik dat zo zie. Kijk, dit zijn allemaal plank. Wow, wat? Als je zo kijkt naar zulke bouwdingen, dan zit je echt van... Wow, dat is echt veel mooier dan ik had verwacht. Ja, dat is serieus zo bij sommige dingen. Dan zie je iets staan en denk van... Yo, die ga ik plaatsen. En dan plaats je hem echt. En is van... Yo, die is super vet. En hier mist de helft van. Dus die ga ik niet neerzetten. Waarom mist daar de helft van? En wauw, een wc. Ik heb voor mij nog nergens in dit godsdanse park een wc neergezet. Yo, dus die gaan we gelijk neerzetten. Is dit een leuke plaats voor wc's? Ik weet niet. Dit is wel echt trouwens het meest lelijke wc-huis dat ik ooit heb gezien. Wat heb ik ooit gedownload, man? Dit is echt... Gadverdamme.
Laat ik maar gewoon beginnen met een burger shop hier in dit straatje. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Oké, laten we eens kijken of dat een beetje lukt. Mooi, ja, een burger shop. Nou, ik vind hem mooi. Ik vind hem goed. En hij is volgens mij ook gelijk al open. Ja, kijk. Nou, hier. Burger shop numero unos. En die vind ik, ja, ik vind hem best wel mooi gemaakt. Voor mij is het ook een heel simpel huisje. Althans, dat gevoel heb ik. Ik vind hem wel mooi. Ja, oké. Nou, dit is het eerste huisje van de straat waar ik nog vele huizen ga bouwen. Ik wil gewoon een huis. Ik ga zelf een huis bouwen. Jongens, ik heb scheid. Ik ga zelf een building beginnen. En dat gaat denk ik één grote mislukkeling worden. Maar alsnog ga ik het proberen, oké? Let's see. Deze wil ik dus sowieso gaan gebruiken. Wat is dat? Dat is een wooden deck 2 meter. Oké. Nou, laten we gaan zoeken naar een wooden deck 2 meter. Ja! Hier is hij. Yes! Deze heb ik nodig, jongens. Alleen moet ik wel, denk ik, eerst even een muur neerzetten voordat ik ermee bezig kan. Deze vent heeft, ik weet niet, hij heeft het best wel vet gemaakt. Hij heeft hier rough brick wall. Ja, ik moet het op dezelfde manier gaan doen, denk ik. Zodat het allemaal een beetje in hetzelfde thema blijft. Oké. Ik ga nu beginnen, jongens. En ik hoop dat ik straks echt een heel mooi huis heb voor jullie. Dat hoop ik gewoon. Oké, jongens, ik geef jullie even een kleine update. Dit is wat ik tot nu toe heb. Er zit er nog geen raam in, maar het is wel iets waar ik redelijk tevreden mee ben. Ja, het kan natuurlijk altijd mooier als je dan bijvoorbeeld andere YouTubers ziet. Maar hey, voor mijn bouwkunst is het redelijk oké, hoor. Ik wou hier een raam in gaan plaatsen. Iets van een deur. Ik weet niet waar ik die deur wil gaan doen. Dat zal ik nog wel even kijken. Ik zal jullie gewoon een beetje laten zien. Bijvoorbeeld, wat voor raam hebben ze hierin? Dat zijn die vierkante vage dingen. Juist, ja. Welke vierkante vage dingen zijn dat? Deze. Ja, kijk, deze moeten we hebben. En dan gaan we ze een ander kleurtje geven. We gaan voor een leerbruine kleur. Bah, wat vies. Deze kleur. Wat is nou? Is dit een mooi? Waarom hebben ze zo'n lelijke bruine tint in dit spel? Moet je dat zien dan? Hier. What the fuck? Dat is zo lelijk. Welke kleur bruin heeft die vent daar dan? Ja, dit is hem. Oké. Nou, leek me mooi om sowieso hier wat ramen in te pleuren. Dan, of ja, hij moet sowieso aan die building toegevoegd worden. Bam, hupsakee. Ja, ook add to building. Bam. Als goed is zitten ze nu op die building. Ik hoop het wel voor die ramen, anders ga ik echt heel boos worden. Ja, kijk. Dat is mooi. Dan kunnen we die ramen, of niet? Zit dat ramen nu niet op? Ik heb helemaal geen zin meer om verder te gaan met dit huis. Het is gewoon... Het begon zo leuk. Ik zat echt van, joh, dit kan wat moois worden. En nu is het gewoon, what the fuck heb ik gebouwd? We plaatsen wel gewoon de volgende blueprint. En, oh ja, dit ben ik vergeten te laten zien. Ik heb met dit, heb ik dit bos gebouwd. Ja, ik heb niet al deze bomen apart neergezet. Ik ben natuurlijk niet gek. Ik heb gewoon één ding gedownload. En daarmee heb ik gewoon heel mooi, of gedownload, heb ik zelf gebouwd, bedoel ik, dit bosje. En daarmee kan je gewoon dit neerzetten. Kijk, ik kan het wel even hier een voorbeeld geven. Als het lukt, want dit is voor me wel een attractie. Wat een beetje kut is om daarbij te doen. Maar dan moet je een beetje de juiste diepte vinden. En dan doe je... Dan plaats je het eigenlijk gewoon. Wat hier niet kan, omdat daar fucking die attractie staat. Kut attractie, je verpest helemaal leven. Man, attractie. Ja, oh, hij staat. Oké, nou kijk. Ja, ik heb dus gewoon heel veel bomen neergeplaatst. En heb ik een blueprint van gemaakt. En dan kan ik dan heel makkelijk een bos mee vormen. En dat was echt een briljant idee. Dat had ik ook al gezien in de workshop. Er waren gewoon mensen die hadden complete bossen gebouwd en zo. En ik dacht van, hey, dat ga ik ook doen. Dan kan ik een beetje mijn pretpark toch nog wat mooier maken dan dat het is. Want dit, vegetatie. Als jij een kut pretpark hebt, plaats wat vegetatie. En echt jezelf versteld staan van, what the fuck, wat doet dat toch met je pretpark? Dat is serieus zo. Dat elf heb ik nu ook. Nu ik daarnaar kijk, zit ik echt van... Yo, dat ziet er gewoon best wel goed uit, die bomen. Terwijl het eigenlijk gewoon twee keer hetzelfde is wat ik heb neergezet. Maar dat maakt voor de rest niks uit. Het werkt. En dat is super gruwelijk. Nou, ik heb dat lelijke dozen ding daar staan. We plaatsen er nog even een huske na. Wat gaan we plaatsen? Een western... Zo gewoon een burgershop? Of heb ik die net geplaatst? Ik heb voor me net die burgershop geplaatst, toch? Wat is dit dan? Dit is een drinkshop. Yo, die is wel vet. Zullen we die gewoon doen? Yo, we plaatsen gewoon de Cosmic Cow hier ook in het straatje. En... Bam! Ja hoor, de Cosmic Cow die staat. Oké, dat is best wel een vet gebouw deze ook. Het zijn allemaal van die gebouwen wat ik nooit zou kunnen. Dus ja, daarom download ik mijn dingen om het te bouwen, weet je. Want als je dit dan ziet vergeleken met dat... Oh, dan moet ik wel een klein beetje huilen van binnen.
Oké, jongens, ik heb nog even wat kleine dingetjes toegevoegd. Een deur in mijn huis aan de zijkant. En ik dacht van, hé, hey, nu hier toch een steegje vrij is gekomen. Waarom dan niet daar wat zandpad maken met de terrain tool en hier wat boompjes omheen plaatsen. Zodat het toch wat levendiger wordt, hè. Zo maak je je lelijke huis toch weer een tikkeltje mooier. Dat moet je zelf ook maar eens proberen als je dit spel zou hebben. Dat werkt echt, nou ja, 9 van de 10 keer eigenlijk. Dat is serieus gewoon een trucje. Dat trucje moet je eigenlijk gewoon altijd een beetje toepassen om iets mooier te maken. En zo simpel is het. Was het leven maar zo simpel. Dat je gewoon bomen kon plaatsen en dat het opeens was van... Hé, hey, dat ziet er goed uit, man. Want nu is dat helaas niet echt zo. Dat valt vies tegen. Ik had trouwens het spel op pauze. Ik ga het nou weer op play zetten. Ja, want ik wil toch een beetje kijken naar hoe mooi bijvoorbeeld deze attractie vliegt. Of hij gaat net stoppen. Wat een anti-climax dat hij net stopt. Ach ja, ik wou een nieuwe attractie neerzetten. Dat wou ik hier gaan doen. We moeten natuurlijk wel wat meer attracties in het pretpark hebben. Want het is tot nu toe nog wel redelijk leeg. Redelijk leeg. Volgende aflevering ga ik een achtbaan weer plaatsen. En dan ga ik kijken of ik een mooie achtbaan kan vinden in de workshop. Ja, dat lijkt me wel leuk. In plaats van dat we dan zelf een achtbaan gaan bouwen, gaan we kijken of er een leuke achtbaan te vinden is die ik gewoon kant en klaar kan neerzetten. Ik ga hier, of hier, joh, dan kan je in die, oh, dit is mooi. Dit is een geweldig idee, want dan kan je kijken in die, hoe heet het, in die afgrond. Ja hoor, dit is echt een mooi idee. Hey, ik ben soms zo slim, hè. Ik heb soms zulke goede ideeën, terwijl ik eigenlijk niet eens wist dat het een idee van me was. Zo mooi zijn die ideeën. Nou, laten we in ieder geval maar een mooie lange ingang bij deze attractie doen. Want dit was toch wel even een attractie waar iedereen in wil kijken van... Yo, kijk dat, man. Dat ziet er fucking vet uit. Yo, hey. Denk ik dan. Als we trouwens de ingang daar doen en we veranderen nog even het pad. Want dit is wel een beetje ruk, zo hoe dat nu loopt. Ja, doe zomaar. Het werkt vast en zeker wel. Er kunnen vast en zeker mensen in die rij staan. Ook al is het niet het meest mooie pad, maar yo, hey, het werkt. Dat vind ik belangrijk, als het maar werkt met het spel, hè. Jongens, kijk, zo. Hup. Helemaal prachtig. Als we nou hier nog even wat bergjes plaatsen met onze terrein generation tool, zoals hier. Dan plaatsen we daar een super grote berg. Moet ik wel even iets beter doen. Zo! Zo! Oh, dit is nog best wel vet trouwens. Een soort van de Red Rock, zoals in, hoe heet het? In welk plant is het? In Australië heb je dat toch? Heb je zo'n fucking grote rots, slash steen. De Red Rock of ik weet even niet hoe die heet. Jullie weten vast wat ik bedoel, als jullie een beetje aardrijkskunde hebben gehad. Sowieso dat het ooit al een keer met aardrijkskunde is benoemd, met mooie werelddingen. Nou, deze steen is er één van. En die steen heb ik nu ook gewoon in Planet Coaster, hè. Ik heb al de Grand Canyon, ik heb al de Red Rock. Het moet niet gekker worden hier. We gaan in ieder geval deze ride openen, zodat we hier een mooie confetti hebben. Zie hoe vrolijk die man is. Zo van, yo, hey, ik heb net mijn attractie geopend. Ja, ja, ik had wel verwacht dat hij iets vrolijker zou zijn, maar... Hé, hey, ik zie het door de vingers. Ik zou nog even de kleur aanpassen van dit ding, want ik vind het echt vies lelijke kleur als we nou een beetje... grijs tinten, doen we dat? Of nee, rood, van, hé, hey, jongens, dit is gevaarlijk. Yo, dat doen we, want het is wel echt voor mij een adrenaline attractie als ik dat zo zie. Lijkt me best wel vet. Ik zou er zelf wel in durven. Sowieso ben ik wel op zich een adrenaline junkie als ik naar een pretpark ga. Vind ik het leuk om in achtbaan en zo te gaan. Maar mensen, ja, ik denk dat we wel flink wat vooruit zijn gegaan. We hebben hier nog een leuk bosje. Ik zou kijken of ik tussen de bedrijven door weer wat dingen kan gaan fixen. En yo, gaat deze achtbaan weer niet of zo? Is het weer helemaal kut met deze ding? Ja hoor, waarom loopt die achtbaan steeds? Ik denk dat ik dit moet afsluiten. De priority pass moet daar gewoon weg. En dat doen we maar even. Hoe doen we dat? Met pad? Zou dat werken? Enable priority pass. En nu beweer je mij dat hij het doet, hè? Omdat nu ik die priority pass heb gedaan. What the fuck? Kan ik die priority pass niet weghalen of zo met pad? Holy fuck! Holy shit, wat heb ik... What is life? Yo, hey. Oké, okay. Priority pass gaat weg. En ik maak nu even gewoon dit pad netjes. Wat was dat nou weer? Yo. Gekke werk. Oké, okay, nu moet ik dit nog even netjes afmaken. Want yo, check hoe druk het daar is. Holy amahula. Oké, okay, is hij nu weer open? Nu is hij weer open. Ik heb de priority pass weggehaald, want voor mij werkt dat echt niet met zo'n korte rij. Voor mij is dat gewoon het probleem geweest. Check hoeveel mensen hier lopen. Dit moet ik eens versneld doen. Dat
dat was best wel vet om even versneld te zien. Ik weet niet. Je zag echt al die mensen gewoon uit elkaar drijven zoals je dat in een echt pretpark ook zou zien. Of gewoon überhaupt in het echt. Die AI van die mensen in het pretpark zijn echt fucking goed. Dat moet ik wel even eerlijk zeggen. In ieder geval mensen, ik denk dat dit wel weer een planeetcoaster aflevering mag wezen. Oftewel planeet achtbaan, planeet, ja. Druk op een blauw duimpje omhoog. Kijk bij de kaart, abonneer, reageer en druk op de blauw duimpje omhoog. Dat waardeer ik. Doei mensen!